Dirk, 3-2 verlies, ja, eerste helft, 3-0 achter, wat zeg je dan onder de rust? Ja, de 3-0 wegen natuurlijk zwaar door. We hebben nog geprobeerd de tijd te doen keren, maar niet met het heilig vuur. We zijn wel teruggekeerd op 3-2, maar de 3-0 moest absoluut niet aan de rust op het bord staan. Iedereen weet dat Gloeftjes niet uit het oog mag verloren worden. En we zijn hem 2 keer kwijt. De 2e keer weliswaar na een fout op het middenveld, waarbij de ref beslist om de wedstrijd te laten doorgaan of de fase te laten doorgaan. Dat kost ons direct een doelpunt. Maar we moeten ook een beetje de hand in eigen boezem steken. En dan net voor de rust claimen we een strafschop die we niet krijgen. Dat zijn ook wel kantelmomenten om eventueel een doelpunt te kunnen maken. En dan met een 3-1 ruststand misschien nog gemakkelijker terug te keren. Want het zijn 5 na Pasen. Ik denk dat we de eerste helft niet scherp genoeg waren naar concentratie toe. Terwijl dat het spel op zich niet zo slecht was. Maar de tegenstander was doeltreffender. Mag je toch zeggen over dat spel, vooral in die tweede helft ook, bij momenten wanneer het moet gebeuren, dat het net iets te slordig was op in deze wedstrijd dan, in deze topper? Ja, maar dat is niet alleen vandaag zo. Dat is een serieus werkpunt voor onze jongens, omdat wij op bepaalde momenten in de passing heel veel afval hebben. En ook dikwijls in de dekking gaan lopen in plaats van uit de dekking. En dan zie je als het moet geforceerd worden, dat we dan dikwijls de verkeerde keuze maken, ook door de weersomstandigheden. Een lange bal hanteren of de bal niet hard genoeg of juist te hard inspelen met of tegenwind. En dat zal te maken hebben met voetbalintelligentie op het juiste moment. Niet dat die jongens niet voetbalslim zijn, maar op een bepaald moment moet je de juiste keuzes maken. En dat hebben ze vandaag niet gedaan. Maar dit Eendracht Haals, tot slot dan, moet toch altijd wel bij de top 6 eindigen? Ja, ik hoor dat eigenlijk wel graag zeggen, maar je moet er eerst bij geraken. Hè. Vandaag was een mogelijkheid om punten te rapen. Blijkt dat je dan achteraf kunt meedoen om volgende week tegen La Louvière om een plaatsje op te schuiven. Maar hier verspeel je vandaag punten. En dat heeft een stuk te maken met, zoals ik net aangaf, de doeltreffendheid van Temse en de slordigheid van ons.